Het seizoen in de tweede en derde divisie is bijna gedaan. Maar er zijn nog wat vragen die beantwoord moeten worden. Bijvoorbeeld, wie gaat er kampioen worden en voor wie valt uiteindelijk het doek? FC Lisse zit wat dat betreft in de hoek waar de klappen wel eens zouden kunnen vallen. Nog altijd zijn ze de hekkensluiter in de tweede divisie. Iedere week is het weer hopen op 3 punten. Dit weekend moet het gebeuren thuis tegen ADO 20. En we hebben een mooie derby. Noordwijk en Quick Boys spelen tegen elkaar. En met die derby tussen Noordwijk en Quick Boys beginnen we deze uitzending. Het is een wedstrijd vol met revanchegevoelens. Noordwijk kreeg vorige week een pak slaag van Spakenburg. Ze dropen af met een 8-0 nederlaag. Dat moet natuurlijk zo snel mogelijk worden rechtgezet. Ja, en bij Quick Boys krijgen ze nog altijd de rillingen als ze terugdenken aan de heenwedstrijd tegen Noordwijk. Want toen gingen de Katwijkers er met een 5-0 nederlaag vanaf. En ook dat smetje moet natuurlijk worden weggepoetst. Danny van der Bos doet verslag van Noordwijk tegen Quick Boys. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een prachtige voetbalmiddag op Sportpark Duinwetering. Het zonnetje schijnt en beide ploegen zullen vooral azen op revanche. Quick Boys floreerde dit seizoen met maar liefst 5-0 van Noordwijk. 3 doelpunten van Jesper de Vree. En Noordwijk wil wat doen aan die zepert die het vorige week kreeg tegen Spakenburg. 8-0 kreeg de ploeg van KZ of Klop. Vandaag begint Noordwijk fel. Eerste kansje van de wedstrijd ook voor Emil Wendt. Quick Boys komt in de beginfase moeilijk onder de druk uit van Noordwijk. Misschien nu dan Sam van Duin ruimte aan de rechterkant voorzet. Hij is niet goed genoeg. Blommestein kan er niet zoveel mee. Reemnet mag aanleggen voor een vrije trap op de lat. Dat is de tweede grote kans van deze wedstrijd voor de Noordwijkers. Scoren vinden ze moeilijk in Noordwijk. Blijkt vandaag ook maar weer. Kansen zijn er en daar is de Vree. Eerder dit seizoen op Nieuw-Zuid deed die Quick Boys heel veel pijn met 3 doelpunten en een assist. Maar nu wordt zijn goal afgekeurd. Even dacht hij dat hij weer de man was. Maar ja, hier staat hij buitenspel. De bal wordt nog verlengd. Er is wat commotie in eerste instantie langs de lijn. Dan gaat de Vree ook nog even verhaal halen. Maar de scheidsrechter blijft bij zijn punt. Het doelpunt gaat niet door. Gele kaart voor Van Duin. Gaat er soms hard aan toe in de wedstrijd. Blommestein wordt hier weggehaald door Rietveld. Ja, wat dat betreft kan je spreken van een echte burenruzie. Een burenruzie met nog geen doelpunten. Quick Boys komt wel wat beter in het spel. Tweede bal in het veld, dan wordt deze bal weggewerkt. En ja, dan komt deze tegen het hoofd van een van de spelers van Quick Boys. Dat gebeurt natuurlijk niet expres. En ligt het spel even stil. 0-0, de ruststand. Bij Quick Boys zal het toch wat anders moeten. Want Noordwijk heeft de wedstrijd behoorlijk onder controle. Van Oosten heeft ruimte om te schieten. Dat doet hij. En daar is weer de lat. De tweede keer in deze wedstrijd wordt de lat geraakt door Noordwijk. Broekhuizen, vrije trap, ook op de lat. Het is ongelooflijk. De bal wil er niet in. Het is een statistiek op zich in deze wedstrijd. Blommestein heeft toch wel wat kleine mogelijkheden gehad. Maar heeft moeite met de verdediging van Noordwijk. Quick Boys heeft in de slotfase van de wedstrijd iets meer puff dan Noordwijk. Daar is Franke. Zijn bal gaat hoog over. Beide ploegen willen voor de overwinning gaan. De vraag is, komt er een winnaar? Goede bal op Van Oosten. Gaat 1-op-1 op Paul van der Helm af. Maar de verdedigers van Quick Boys zijn er sneller bij dan dat Van Oosten bij Van der Helm is. Laatste wapenfeit van de wedstrijd. Corner nog voor Noordwijk. Maar daar komt niks uit.
En dan is het ook afgelopen. Noordwijk en Quickboys spelen gelijk tegen elkaar. Het is uiteindelijk in 0-0 en het is het 13e gelijke spel van Noordwijk dit seizoen. En dat is een record. Ja, een record inderdaad. Want het record aantal gelijke spelen in de vernieuwde tweede divisie stond op naam van FC Lisse, Excelsior Maassluis en De Treffers. Zij sloten ooit het seizoen af met 12 gelijke spelen. Nu dus 13 voor Noordwijk. Klein prijsje misschien wel. Noordwijk, ze waren dicht bij de overwinning. Maar ja, die afgekeurde goal hè, van Jesper de Vree, die trouwens een aardige historie heeft tegen Quickboys. Ja, ik heb de laatste 2 jaar wel 4 keer gescoord tegen ze. En ik scoorde nu ook weer. Ja, ik weet niet of het buitenspel was, ik zag het niet goed. Maar in de eerste instantie vlagde hij volgens mij niet. Maar pas toen die gasten van Quickboys erheen gingen, ja, toen ging hij toch even vragen. Maar ik weet het zelf niet, ik moet zelf even terugkijken. En ik weet niet of er iemand van hun op de doellijn stond, maar als het niet zo is, ja, dan was het buitenspel. Wij kwamen hier niet om gelijk te spelen, we wilden deze wedstrijd winnen. Als je de hele wedstrijd beschouwt, iedereen die zal zijn eigen verhaal bij deze wedstrijd hebben. Ja, denk ik dat we in de eerste helft wat lastige momenten hebben gehad. Ook wat lastige fases. Noordwijk speelde het spel wat we eigenlijk verwachten en werd daarbij ook wel geholpen door de omstandigheden. En een harde wind recht over het veld, die zij in de eerste helft mee hadden. Vond ik Noordwijk eigenlijk meer recht hebben in die fase op een voorsprong. En ik vond dat in de tweede helft eigenlijk precies andersom in ons voordeel. Dus ja, misschien kun je dan wel stellen dat 0-0 of een gelijkspel in ieder geval terecht is. We gaan naar Terspekke, dat is de thuishaven van FC Lisse. Ja, al wekenlang bivakeren zij in de kelder van de tweede divisie. Degradatie lijkt steeds onafwendbaarder. Maar goed, rekenkundig kan FC Lisse zich nog plaatsen voor het spelen van promotie-degradatiewedstrijden en dan via de achterdeur het vegenlijf redden. Daarvoor zijn nog wel wat punten nodig. En Lisse neemt het om die punten te halen op tegen promovendus ADO 20. Voor ons op de tribune, Menno Schilder. Het is aan de muziek al te horen. Het is 5:45 in Lisse. Dat aantreedt tegen ADO 20. Nog een paar kansen voor de ploeg van Sjaak Polak om directe degradatie te ontlopen. En dan heb je het gevoel dat het tegen nummer 13, ADO 20, wel eens mogelijk kan zijn. Maar de bezoekers zijn voor het eerst gevaarlijk. Met het schot van Joey van Esveld. Wat uiteindelijk geen probleem is voor Meendering. Het is best een aardige eerste helft van Lisse. En die moet er toch in. Max Hudepol. Ja, het is een beetje illustrerend voor het seizoen van de ploeg van Polak. Dit soort kansen moeten er gewoon in. Corner wordt weggebokst door de doelman. Lisse laat ook in deze wedstrijd een behoorlijk gezicht zien. Publiek. In het zonnetje geniet van deze wedstrijd. Want Lisse doet niet onder voor ADO 20. Dat in principe al veilig is. En vandaag bij een overwinning zichzelf helemaal veilig speelt. En hier de kans krijgt via Gilani Helder. De zoon van Glenn Helder. Jawel, de oud international. Lisse. Achterin niet helemaal lekker in het opbouwen. Oh, en daar is George. George 1-1 met Meendering. Maar ook ADO 20 verzuimt om de score te openen. Zo zijn beide ploegen toch slordig. Lisse, dat weet dat het verschil voorafgaand aan vandaag 4 punten was met Excelsior Maassluis en Kozakken Boys. En dus moet er gewonnen worden. En gaat het gas erop in de tweede helft? Is dit een kansje? Meer dan dat is het ook niet. Want de ploeg van Polak creëert het allemaal niet makkelijk bij elkaar. Maakt hen allemaal weinig uit van het publiek. Zal lang blij dat de zon weer een keertje schijnt. 2 weken terug in Lisse was het nog een waterballet van heb ik jou daar. Voorzetje en daar Stro. Die krijgt hem nog aardig voor. En zo Stro, de nummer 9 van Lisse. Maar dan is er eigenlijk niemand die er wat mee kan doen. Ja, wordt ook een beetje gewezen. Sjaak Polak gaat zich ermee bemoeien. Maar hij ziet ook dat Lisse het in de tweede helft moeilijker en moeilijker krijgt. George, die is er langs. George... Beetje wild geschoten uiteindelijk van Dylan Osazee George. Ja, de toeristen komen vooral voor andere dingen in Lisse. De tulpenvelden liggen er mooi bij. Dit is een verraderlijke poging. Joost Meendering, de doelman van Lisse, moest daar even opletten. Lisse aan de overkant. Kan het in de aanval? De kopbal is van Stro.
zijn dit soort spel de prikken waar het vandaan moet komen. Het laatste kwartier lijkt Lisse een beetje op twee gedachten te hinken. Gaat het voor de volle winst? Of koestert het toch een punt? Hier nog een kopkans van Milan Klopper. En dan gaan we richting de slotfase. Lisse weet dat het eigenlijk gewoon moet winnen. Dus moet het ook in de slotfase de druk opvoeren. Kan het dan nog een kans creëren via Brinkman. Tim Brinkman, een leeg balletje. De keeper een beetje onzeker daar, Mike Grim. Maar heeft hem dan toch te pakken. De zoon van Fred Grim uiteraard. Dan ADO 20 in de slotfase met Helder. Gilani Helder, die heeft wat ruimte. Helder, oeh, die schiet snoeihard tegen het gezicht van Klinkenberg. Die valt neer. Kan nog even verder, maar wordt uiteindelijk toch gewisseld. Maar gelukkig uiteindelijk geen verdere schade. Daar gaat ADO 20 weer. De bezoekers uit Heemskerk willen het beslissen. Oh, en daar is invallen Zonneveld. Milan Zonneveld kan het doen, maar doet het niet. Goed werk van doelman Meendering uiteraard. Maar Milan Zonneveld, die naar Quick Boys gaat aankomende zomer, had dit natuurlijk af moeten maken. Maar hij ziet wel dat ADO 20 wat meer kwaliteit krijgt met invaller Zonneveld in de ploeg. Lisse probeert nog een keer in de aanval te gaan met een paar verse invallers. Waaronder Panka! Zo zeg! Dit was er eentje, Dilandro Panka. Dat had een beter lot verdiend. Goeie actie van de aanvaller. Maar het mag allemaal niet zo zijn voor Lisse. Dan ADO 20 nog. Aan de linkerkant met Klopper. Klopper legt af. Dat is toch een niet te missen kans, zou je zeggen, voor Jan-Willem Tesselaar. Maar hij schiet hem naast. Tot ontzetting ook van de coach van ADO 20. 4 minuten extra tijd. ADO 20 aan de rechterkant. Lisse staat niet goed opgesteld en hij valt erin. Hoi, hoi, hoi. Het is 0-1 toch in de 91ste minuut. Milan ADO Zonneveld. Komt op 0-1. Oeh, het doek valt voor Milan Lisse. Zonneveld. Zo lijkt dat toch. Deze komt heel rauw op het dak van de thuisploeg. In de toegevoegde tijd uitgerekend Zonneveld. Die had hem al eerder kunnen maken. Maar doet het nu alsnog. En dan gaan de koppies bij de ploeg van Sjaak Polak hangen. En dan weet Lisse dat het moeilijk wordt. Kan het nog in extra tijd. Brinkman. Nee, krijgt de bal niet voor. Dan misschien via Van Ekeris. Maar het is afgelopen, want Bronsvoort vindt het voldoende. Lisse stort ter aarde. En dit zou wel eens de definitieve tik met de hamer kunnen zijn. Verliezen in de slotfase. Ja, dat is weer een dreun die ze bij Lisse te verwerken krijgen. Ja, niet de eerste dit seizoen. Ik denk dat we voorafgaand dit zien als een finale natuurlijk. Als je in de onderste regionen meedoet. Je begint goed, je moet op voorsprong komen. Doe je niet. En uiteindelijk krijg je in de allerlaatste minuten deksel op de neus. Een beetje het verhaal van het seizoen. Ja, dit is echt een hele harde klap, ja. Maar ik weiger op te geven. Dat weiger ik. Dus we zullen alles eraan moeten doen om wedstrijden te moeten winnen. En dat is er weer eentje geweest. Ja, waarvan ik zeg van, nou ja, dat had niet nodig geweest. Maar ja, deze komt me heel hard aan. Want ja, ik denk, qua vechtlust, dan kan ik mijn ploeg helemaal niks verwijten. Maar dat we ook niet veel creëren, daar maak ik me wel zorgen over. Heb jij dan nog het gevoel van het kan nog echt? Of heb je eigenlijk misschien ook wel een beetje een soort van neergelegd al bij, nou, het wordt wel heel moeilijk? Ja, dat wordt zeker moeilijk. Maar als je je er nu al bij neer gaat leggen terwijl je nog theoretisch een kans hebt, dan denk ik niet dat je op dit niveau hoort te voetballen. Je doet de club, je doet de vrijwilligers, je teamgenoten, iedereen zou je teniet doen op het moment dat je er niet elke week er 100% voor gaat. Dat zou maandag starten weer bij de training en hopelijk kunnen we zaterdag uit bij de treffers een betere prestatie leveren. Je moet gewoon kapot gaan. Je moet gewoon kapot gaan. Ja, en als de ene keer niet in de wedstrijd zit, dan kunnen we een ander brengen. Ja, alleen, ja, ik verwacht gewoon wat van mijn ervaren spelers. Ja, en als de ene dan het niet kan brengen, dan moet de ander komen. Ja, en zo kijk ik naar iedere wedstrijd. Alleen, nu is het gewoon veel te weinig. Ja, daar zit ik wel mee in mijn maag, ja. Scheveningen lijkt op het juiste moment de vorm te pakken te hebben. Uit de laatste 3 wedstrijden werden 5 punten gehaald. En dat zouden wel eens kostbare punten kunnen zijn voor de ploeg van John Blok. Ze staan nog altijd net boven de streep. Maar voor het goede gevoel en voor de gemoedsrust zijn er nog wel wat punten nodig. Scheveningen reist af naar Assen, waar het speelt tegen ACV. En Gert Barnhorn, ja, hij heeft de zuinigste auto. Hij mocht erbij zijn.
Ruim 3 uur duurde de reis van Scheveningen naar Assen. Maar de ploeg van John Blok kwam heel uit aan voor een belangrijke wedstrijd. Op Sportpark ICT-specialist. Waar Scheveningen definitief afstand wil gaan nemen van die plekken die na competitie betekenen aan het einde van het seizoen. Banani verspeelt daar de bal. Lex Immers goed gewerkt en kan verder. En misschien een kansrijke positie voor Scheveningen als Elvilia wordt aangespeeld. Elvilia en raak! Schot gekraakt. En die vroege voorsprong voor Scheveningen. Een heerlijke start. Goed werk hier. Door aanvoerder Lex Immers. Ten opzichte van Banani. Doelpunt werd gemaakt door nummer 21. Elvilia ruimte op de rand van de 16. En het schot aangeraakt. Gekraakt door Silla. En zijn tweede goal voor Scheveningen. En dus die heerlijke start voor de ploeg van John Blok. Geen minuut na de aftrap. Opnieuw balverlies van ACV. En dit wel een heel hoog been. Ten opzichte van Dogan die op het hoofd wordt geraakt. Ja, dan is dit natuurlijk de enige conclusie die getrokken kan worden door scheidsrechter Thomas Hardeman. En Banani is zo binnen 2 minuten betrokken bij een tegendoelpunt. En een rode kaart. Slachtoffer niet alleen hij in ACV, maar ook Boy Spijkerman. Hij zal later gewisseld worden door Rick Boyer, een verdediger. Boy Spijkerman, dit seizoen goed geweest voor 7 doelpunten. En is dit dan ook geen overtreding van Jari de Jong? Dat is de vraag die doorgalmt op de tribune. Hardeman vindt van niet, maar dit is wel een wat opzichtige duw. En er zijn scheidsrechters die hem geven. Dat zou ook de argumentatie zijn van Ruud Jalving, de trainer van ACV. Elvilia. Probeert zijn teamgenoot te vinden, maar de vlucht kan de bal niet aannemen. Dus de counter misschien voor ACV. Zijn er snel uit. Komt daar dan ook een doelpoging? Ja, is het antwoord. De redding van der Maten. ACV niet per definitie kansloos bij deze 0-1 achterstand. Ondanks dat ze met een man minder spelen. Scheveningen trouwens veel blessuren gevallen. Onder andere Michael de Niet. En opvallend genoeg zit Tim Peters, vorig jaar gestopt en assistent geworden van John Blok, op de bank. En zou bij hoge nood in kunnen vallen als Scheveningen de wedstrijd anders niet af zou kunnen maken met 11 man. Zover zou het niet komen als Dogan het doel van Ramon Nijland nog even onder vuur neemt. Goede redding van de doelman van de thuisploeg. Vermakelijk eerste helft, Scheveningen wel de betere ploeg. Was dat trouwens ook voor die rode kaart. En misschien een doelpoging voor Zwickstra en de redding van der Maten. Wachten natuurlijk lang met het oppakken van die bal. Zwickstra die dan er toch maar even op afloopt. Kan erom lachen. 3 wedstrijden op rij niet verloren, Scheveningen. Gelijkspel tegen AFC. Winst op Katwijk. En vorige week werd een 2-0 voorsprong op Excelsior Maassluis weggegeven, maar wel een punt bewaard. Elvilia, randje buitenspel, mag verder 2-0. Wat een heerlijke start in die tweede helft, zeg. En Jordi Elvilia met de verdubbeling van de voorsprong voor Scheveningen. Hij lijkt over de rand heen te zijn. Vanaf de tribune was dat wat beter zichtbaar. Er wordt niet gevlagd. En Scheveningen leidt met 0-2. En zo lijkt het toch niet meer mis te kunnen gaan voor de ploeg van John Blok. ACV begon het seizoen goed als promovendus. Staat ook nog altijd op die 10e plaats met 42 punten. Op gelijke hoogte met AFC. Maar de laatste weken is het voetbal wat minder. Worden er veel fouten gemaakt. Er is ook veel puntverlies geleden. Ze zijn de laatste 3 wedstrijden niet gewonnen. Onvrede aan de zijlijn. Er moet gewisseld worden. Ja, dat mag eerst. Dan is er nodig geschreeuw over en weer. En wordt er een gele kaart uitgedeeld aan Niels Schreving. Een van de invallers aan de kant van ACV. Ja, er is al veel onvrede richting die scheidsrechter. Dan kan dit er ook nog wel bij. Ja, ook Ruud Jalving nog.
Applaus vanaf de tribune. Het is zo cynisch als maar kan. Wordt ook de trainer van ACV nog op de bon geslingerd. Een horrormiddag voor ACV. De Jong! En een droommiddag voor Scheveningen. Ja, en dat dansje somt de middag eigenlijk wel op. Veel gemakkelijker dan van tevoren verwacht werd. John Blok noemde ACV de beste tegenstander. Een van de dit seizoen. Maar een echte wedstrijd kon het niet worden vanwege die rode kaart van Banani. 2 doelpunten van Elvilia en 1 doelpunt van Jari de Jong. 3 punten voor Scheveningen, dat met 0-3 wint bij ACV. Fijne overwinning voor de Scheveningers. 3 punten die zorgen voor lucht en een onvervalse serie van ongeslagen wedstrijden. Het ziet er weer zonnig uit daar. Ja, van de laatste 3 wedstrijden hou je 7 punten. Dus uiteindelijk gaat het nu hartstikke goed. Ja, we hebben gewoon een hele zwakke periode gehad waarin ook alles teken zat, zeg maar. Ik heb zelf ook in die periode weinig kunnen spelen door een blessure aan mijn knie. Dus uiteindelijk hartstikke blij dat alles nu gewoon weer goed gaat. En, we gaan sowieso behouden blijven voor de tweede divisie. Ja, zolang wij gewoon blijven winnen, staan wij veilig boven de streep. Dus is er niks aan de hand. Kunnen we spreken van een flow? Voor mij zeker, 100%. Want hoeveel ga je er nog maken dit seizoen? Ja, durf ik niet te zeggen. Wat hoop je? Nu vorige week 1, deze week 2. Je snapt waar ik heen wil voor volgende week, denk. We zien het wel. Dus we zien het met de week. Ik ga niet zeggen dat ik er nu 10 ga maken. We zien het met de week. Een van de concurrenten van Lisse en ook een beetje van Scheveningen is Excelsior Maassluis. Het staat op een promotiedegradatieplaats. En ze doen er daar alles aan om niet direct te degraderen. Maassluis speelt thuis tegen Rijnsburgse Boys. Dat met een 12e plaats en een nederlaag vorige week tegen Katwijk niet echt lekker voor de dag komt. Ronald van der Geer doet verslag van Excelsior Maassluis tegen Rijnsburgse Boys. Sportpark Dijkpolder. Is het volgend jaar nog een toneel voor tweede divisie voetbal of niet? Dat ligt aan Excelsior Maassluis. Dat speelt tegen Rijnsburgse Boys. Maassluis heeft al eerder aangetoond dat Houdini een goede vriend is van de Maassluizenaren. Ontsnappen op het laatste moment, dat hebben ze inmiddels toch wel in de portefeuille en onder de knie. Het moet vandaag dan gebeuren tegen Rijnsburgse Boys. Een hele slechte periode heeft gekend. Op tijd bij de pinken was, maar nu weer minder eigenlijk. 1 punt uit 4 wedstrijden. Maassluis pakte een punt tegen Scheveningen. Dat is gevoelsmatig te weinig. Het staat gelijk met Kozakkenboys. Het heeft nog een dikke voorsprong. Op Lisse. Problemen bij Rijnsburg voor de smaakmaker. Zelden rust. Topscorer met 15 doelpunten. Het kunstgras is niet zijn beste vriend hier. En het is einde wedstrijd voor Virgil. Zelden rust. We zullen snel weten of het ook einde seizoen is voor hem. Zijn vervanger is Kariou. En hij zit er even doorheen. Dat kun je je voorstellen. In een seizoen waarin van alles misgaat voor Rijnsburgse Boys. Waarin ze een week eerder nog het gevoel hadden ook dat ze een uitwedstrijd speelden. Assante, terwijl ze op eigen veld actief waren. Kopballetje uit de tweede lijn. Van Gielissen, die eerder dit seizoen in een wedstrijd die op 13 februari werd gespeeld, een doelpunt maakte. Toen won Rijnsburg met 5-0. Hier is Maatse namens de thuisploeg. Bal gaat over de goal van Zonderveld heen. Ze krijgen veel kansen. Ze scoorden alleen te weinig. Daar Fonseca komt daar ineens vanaf het middenveld binnenstormen. Maar het is 0-0 bij rust. Maassluis scoorde maar 4 keer in 6 wedstrijden. Dat is te weinig. Zeker in een fase waarin je het verschil moet maken ten opzichte van je tegenstanders. En lijfbehoud moet gaan afdwingen. Daar het schot wat de richting heeft. Nino Klaver liet het van zijn voeten ontsnappen. Daar Fonseca. Altijd gedreven. Hier het voordeel van het effect. En daar is hij. Nee, daar is hij niet. Wennekers krijgt daar zo'n beetje op de doellijn een dikke kans. Hij raakt Zonneveld wel. Maar de bal gaat naast de goal.
Overtreding. En dus een vrije trap op een prettige plek. Van der Moot is degene die hem neemt en kijkt naar de doelman. Een heel raar effect. Voor de tweede keer eigenlijk dat kunstgras zorgt voor een rare situatie. Er is niet zoveel aan de hand, maar door het inschatten van Van der Kleij en het verkeerd inschatten wordt het nog een penibele situatie. Rijnsburg moet die bal hier weg zien te krijgen. Daar is Maatsen, daar is Maatsen, daar is Maatsen en daar is de 1-0. Hij onttrekt zich aan de drukte alsof hij weet, daar net buiten dat strafschopgebied kan ik goud waard zijn. Als mijn rechterbeen het tenminste doet het in deze fase. En Sonneveld wordt wel wat gehinderd door de aanwezigheid daar van Walraven. En is dus geklopt. Maatsen. Weer een belangrijke goal voor hem. Den Rijnsburg moet dus aan de bak. Vorig jaar om deze tijd streed het om het kampioenschap. Van der Kleij zit in de buurt. Nog maar even wisselen ook. Thuisploeg brengt Jeroen Haars voor Van der Bent. En zij weten dat Haars vorige week ook al een doelpunt heeft gemaakt. Eerst deze kopbal van Ringeling. Ja, Sonneveld kan opgelucht ademhalen. Het is nog een wedstrijd. Rijnsburg probeert te combineren. Met de nadruk op proberen. Hier penalty, hier Asante, hier Van der Kleij. Geen penalty. Het voordeel, als dat al werd gegeven, was goed. Scheidsrechter Timmer liet doorgaan. Van der Kleij de held op de inzet van dichtbij van Asante. Zo kan het dus ook gaan. En daar is hij weer. Als een duveltje uit een doosje. Jeroen Haars. Hij is het die voor de 2-1 volgende week scoort. En wat een belangrijke weer. Kijk, onder Zonneveld door. Het is de 2-0. Het is de veilige goal. Als je veiligheid wil, dan breng je hem in en dan komt het goed. Hoewel veiligheid hier ook gewenst is. Want de supporters van Rijnsburg vinden het de hoogste tijd om hun frustratie daar te botvieren op mensen uit Maassluis. Het is weer een trieste bedoeling om dit te zien. Het is een hele trieste bedoeling. En dus wordt er gezegd, ga lekker naar huis. Bedankt voor uw bezoek. Nou ja, bedankt. Goeie reis en tot ziens. En zonder een grote groep gaan wij deze wedstrijd afmaken. Waarbij het gevoel voor Maassluis natuurlijk goed is met die 2-0. Hier nog een poging. Goeie poging. Van Nino Klaver, maar Van der Kleij kent toevalligerwijs zijn beste periode aan het einde van de wedstrijd. Ja, bij Rijnsburg zijn de rapen gaar weer verliezen. Snakken echt naar het einde van het seizoen. Nog 5 weken volhouden. En dan volgend jaar proberen om weer gewoon een rol van betekenis te spelen in deze competitie. Het is tijd en dat is helemaal waar. Maassluis wint met 2-0. Ja, we zagen de onsmakelijke beelden van de aanhang van Rijnsburg die zich van zijn slechtste kant liet zien daar in Maassluis. Nou, het bestuur van Rijnsburg kwam meteen zaterdagavond met een verklaring op de website van de club. Het bestuur zegt klaar te zijn met het in discrediet brengen van de club door daden van de supporters. Ze gaan daar een zero-acceptatiebeleid hanteren ten opzichte van de personen die zich niet houden aan de onderstaande regels. Zo is het bijvoorbeeld verboden om vuurwerk of fakkels of anderszins af te steken op en rond het sportcomplex. Het is verboden om met spullen te gooien richting het veld of richting personen. Gezichtsbedekking wordt op het sportpark verboden. En het aanbrengen van clubkenmerkende teksten met de bekende geel-zwarte verf, dat wordt ook verboden. Het is bovendien verboden om discriminerende en onacceptabele teksten te uiten op het sportcomplex. Maatregelen zijn er ook, want bij het overtreden van de verboden zal direct een stadionverbod, een sportcomplexverbod worden uitgevaardigd voor minimaal 6 maanden. En als er een geldboete volgt, dan wordt dat verhaald op de desbetreffende personen. Nou, laten we hopen dat het allemaal gaat helpen. Het zijn natuurlijk eigenlijk regels die voor zich spreken. Dan gaan we weer verder met het voetbal. We gaan naar Katwijk. De regerend kampioen. Ja, waarvoor spelen ze nog? Een zo hoog mogelijke klassering. Dat is eigenlijk alles.
En deze speelronde is Koninklijke HFC de tegenstander op de Krom. Hier zijn de beelden. Het zijn twee ploegen die bezig zijn aan een wisselvallig seizoen. Misschien wel teleurstellend seizoen. Dat geldt in ieder geval voor de ploeg van Anthony Correa. Een vierde plaats. Ze hadden toch stiekem wel gehoopt op prolongatie van de titel in de tweede divisie. Maar je kan niet altijd 6 gooien, zeggen ze wel eens. Het is Katwijk in dit kalenderjaar nog niet gelukt om 3 keer achter elkaar te winnen. Nou, 1 keer hebben ze zo'n serie gemaakt en daarna was het met vallen en opstaan. Sietse Brandsma met het eerste wapenfeitje van de wedstrijd. In een fase waarin Katwijk het overwicht heeft. En ja, waarom niet proberen van afstand? Om Joe van der Sar eens te verrassen. De keeper van Koninklijke HFC, natuurlijk de zoon van. Hij mag weer eens starten in de basis. Krijgt niet zo heel veel speeltijd bij de ploeg uit Haarlem. Uitbraak lijkt te worden geneutraliseerd, maar daar is Brandsma. Met een goede voortzetting op Ravensbergen. Ravensbergen. Wordt dit hem dan? Ja, daar is de 1-0. Matthijs Hardijk. Eigenlijk de eerste echte grote kans voor Katwijk. En Matthijs Hardijk na dik een half uur spelen. De 1-0 voorsprong voor Katwijk. En ook die Hardijk had van tevoren meer speelminuten verwacht dit seizoen. Mag nu weer een keer starten in de basis zelf. Brandsma. Niet in de positie waar je hem zou verwachten, namelijk in de spits. Maar de voorzet op Sinteur is best aardig. Het verdedigende werk van Ploem is afdoende. Bij Katwijk hebben ze er zin in. Ja, ondanks toch een misschien wel verloren seizoen willen ze iedere wedstrijd winnen. Brandsma, nee, net te laat. Als Van der Sar de inzet van Kunst niet helemaal klem vast heeft. Het duidelijke overwicht in de eerste helft voor Katwijk. En dan is de score van 1-0 misschien wat schamel. Aan de andere kant, de kansen waren ook niet talrijk. Het was meer het percentage balbezit dat in voordeel was van Katwijk. De Koninklijke probeert het. Ja, deze klutsbal die valt dan voor een voet uit Haarlem. Alleen de voorzet van Dijkstra is niet goed. Steekt er veel energie in deze aanval, maar het levert weinig rendement op. Ravensbergen. Tempo in de wedstrijd zakt wat weg. Aan Katwijk de taak om dat op te schroeven. Dit is een panklare voorzet. Nou, die moet erin. Sietse Brandsma. Ja, dat hoeft niemand hem te vertellen. Kans voor open doel gemist. Blijft dus 1-0. En zolang het 1-0 is, is het gevaarlijk. Daar komen de Haarlemmers met Eindhoven. Voorzet. En de Vries die redding brengt. Ja, een klein akkefietje. Nergens voor nodig natuurlijk. Katwijk moet het kopje erbij houden. En deze wedstrijd gewoon over dat dode punt heen tillen. Die score opvoeren. Sinteur. Zet de aanval op. Dit is een aardige voorzet. Daar staat Brandsma. Moeilijke positie, maar dat doet hij heel erg knap. Ja, een makkelijke kans kon hij niet benutten. Maar deze zit er lekker in, hoor. Vol op de pantoffel. Met zijn linker in de verre hoek. 2-0, wedstrijd gespeeld. Want ja, wat hebben we nog? Een kwartiertje. Kok is dicht bij de 3-0. Koninklijke HFC geeft zich nog niet gewonnen. En is daar de aansluitingstreffer? Even wat twijfel, is dat buitenspel? Kijken naar de assistent. Gaat die vlag omhoog? Die vlag blijft naar beneden. En Xander van den Berg profiteert van de ruimte die hij krijgt daar in de defensie. Is het dan zo dat Koninklijke HFC vleugeltjes krijgt van deze aansluitingstreffer? Ze laten zich hier in ieder geval een beetje kaas van het brood eten. Dit is goed gevoetbald. Doesburg zou een keer kunnen schieten. Doesburg, hij doet het op artistieke wijze. Ruben Doesburg. Goed gevoetbald. Mooi afgemaakt. En die 3-1, dat is echt de genadeklap. Want er zijn nog maar 2 minuutjes te spelen.
En die zitten er nu al bijna op. Zit er nog een nummer 4 in het vat? Doesburg, nog maar een keer op avontuur. Nou, kent een goede invalbeurt, hoor. Doesburg van afstand. Het scheelt een paar centimeter. Een prima overwinning natuurlijk voor Katwijk. Dat wordt het 3-1 tegen Koninklijke HFC. En de glimlach bij Correa en bij Brandsma. De andere uitslagen dan in de tweede divisie. Koploper Spakenburg wint overtuigend uit bij Kozakkenboys. Het wordt daar 0-3. HAC Hardenberg tegen de Treffers 1-3. AFC wint met 3-1 van Jong Sparta. En Jong Almere City speelt gelijk met 3-3 tegen GVVV. 5 wedstrijden voor het einde en Spakenburg nog altijd de koploper. Het gat met de Treffers blijft 5 punten. Quickboys zien we op plaats 3, gevolgd door Katwijk. Het gaatje tussen die twee Katwijkse clubs is 3 punten. In het rechter rijtje staat op de 13e plaats Rijnsburgse Boys met 35 uit 29, gevolgd door Noordwijk met 4 punten minder. Scheveningen pakt 3 punten, staat nu op 27. Maar goed, Excelsior Maassluis wint ook. Zij staan op die promotiedegradatieplaats met 22 punten. Lisse, het blijft zoeken naar punten. 15 punten uit 29 wedstrijden en de laatste plaats. In de derde divisie A waren de verwachtingen misschien wel hoog gespannen voorafgaand aan dit seizoen voor VVSB. Maar goed, de realiteit is dat de club uit Noordwijk-Eraut niet meer meedoet om de prijzen. Nou, dat geldt zeker niet voor de tegenstander van VVSB. Dat is RKAV Volendam. En samen met IJsselmeervogels en Genemuiden zijn ze nog altijd verwikkeld in de strijd om het kampioenschap. De wedstrijd in Noordwijk-Eraut is een kwartier oud als Volendam hier weg is over de rechterkant. Tol brengt de bal bij Jim Beers. En daar is de voorsprong dus voor Volendam. En er wordt eigenlijk al vrij snel in de wedstrijd de hoop op een stuntje van VVSB tegen de koploper teniet gedaan. Volendam, bovenliggende partij, zeker in die eerste helft. Balverlies. Veerman vanaf de achterlijn en de rake kopbal van Plugboer. Ja, het is een mooie combinatie tussen twee oer-Volendamse namen. Het doorzetten van Veerman. En die vindt Plugboer. Verdedigend ziet het er niet goed uit natuurlijk daarachterin. De voorsprong voor Volendam. En speelt VVSB eigenlijk een verloren wedstrijd. Dit is een goede voorzet. De inzet is te mager. Ruben Valk heeft daar totaal geen problemen mee. Lange bal naar voren. En dan hopen op balbezit. Nou, soms krijg je een cadeautje dat uitgepakt moet worden. Maar dan staat er altijd nog Ruben Valk in de goal bij VVSB. Uitstekende redding. En ze kijken elkaar aan en vragen zich af hoe is het mogelijk. De verdedigers van VVSB, tweede helft. Met Van Velzen. Twee tegenstanders, ja, kom daar maar eens langs. De uitweg is goed gevonden en dit is prima combineren met Van Otterlo als eindstation. Schitterende aanval hoor van VVSB. Had wel een doelpuntje verdiend, maar goed, het blijft 0-2. Als het hier achterin fout gaat. Plugboer. Afleggen. En appel voor Hens. Ja, is dat daadwerkelijk een Hensbal? Op de beelden is het niet te zien. De scheidsrechter gaat verhaal halen. En er wordt geconstateerd, niks aan de hand, we spelen verder. VVSB leeft dus nog. Van Velzen, goed doorgezet. En Kuivenhoven met de aansluitingstreffer. Ja, iets minder dan een kwartiertje is er nog. Het goede voorbereidende werk natuurlijk van Velzen. En VVSB dat misschien mag hopen op een gelijkmakertje. De hoekschop van Van Otterlo levert in eerste instantie niets op. Is dit misschien de mogelijkheid?
Als die bal net niet lekker valt bij Guus Verwer. Dit was een mogelijkheid uit duizenden bijna. Maar dan moet je net geluk hebben dat dat balletje goed valt. En nu komt er de tegenstoot weer van Volendam. Ja, rustig hoor. Bekeken in de verre hoek. Van Baarsen in de extra tijd. Hij bepaalt de eindstand. Het wordt 1-3 in het voordeel dus van Volendam. Verlies voor VVSB. Een gelijkspel is er voor FC Rijnvogels. 1-1 wordt het thuis tegen Eemdijk. Een Zeepert voor IJsselmeervogels. 4-0 verlies tegen HC 21. En Dovo en Harkemaanse Boys spelen met 1-1 gelijk. Staphorst Genemuiden, daar wordt niet gescoord. En Urk verliest op eigen veld met 3-1 van DVS 33 Ermelo. Sparta Nijkerk tegen Hercules eindigt in 2-5. En Odin 59 tegen Kampong eindigt in 1-3. Dem verliest met 2-3 van Hogeveen. Volendam neemt wat afstand van de concurrentie. Genemuiden staat op plaats 2 en IJsselmeervogels is de derde. Het gaatje is 3 punten. FC Rijnvogels klimt naar plek 9 met 41 punten uit 29 wedstrijden. VVSB is de nummer 13. En het doek gaat vallen voor Odin 59 met de laatste plaats. 13 punten. Een goede overwinning in de derde divisie B voor het Haagse Kwik. Het wordt 2-1 tegen TEC. Barendrecht Baronie eindigt in 4-2. Stedoco Groene Ster 5-0. Sportlus 46 wint met 2-0 van TOGB. En Meersen wint met 3-0 van GVV Unitas. AWC tegen Hoek eindigt in 0-4. Een overwinning voor UNA op Kloetingen. 4-1 wordt het daar. En verlies voor Rosmalen 1-2 in eigen huis tegen Gevert. Blauwgeel 38 wint met 3-1 van SV Os 1920. Stedoco en Barendrecht, dat zijn de twee clubs die de dienst uitmaken in de derde divisie B. Zij gaan bepalen wie er kampioen wordt. Kwik weer terug in het linkerrijtje met 23 punten uit 28 wedstrijden. Onderin de problemen voor Unitas en Baronie. En tot zover deze uitzending van TV Weer Sport. Volgende week zondag om 8 uur stipt. Dan zijn we er gewoon weer met al dat moois uit het top amateurvoetbal. Graag tot dan en een mooie week nog.